Van het ontbijt tot transport, van hotel tot activiteit. Alles wordt gevraagd aan en beslist door AI. AI als expeditieleider. Dit is Expeditie AI. Hallo, ik ben Julia en welkom bij Expeditie AI. We gaan op reis met AI als reisleider. In principe weet ik net zoveel als jullie weten en dat is heel weinig. AI gaat dus alles bepalen, van begin tot eind, waar we naartoe gaan, wat we gaan doen. Dus het wordt een groot avontuur. En ik ben dus heel benieuwd waar we naartoe gaan. Ja! Ik heb al veel gedaan met AI, maar dit dus nog niet. Welkom bij Expeditie AI. Je gaat naar Bari. Dat is in Italië, toch? Leuk! Maar Italië! Hier volgen enkele regels wat betreft je trip. Je krijgt tijdens je reis WhatsApp-berichten met daarin opdrachten, vragen die je aan AI moet stellen. De antwoorden van ChatGPT zijn bindend. Wel heb je drie hooks, dat betekent dat je drie keer tijdens de hele reis een vraag mag herformuleren. Ja, normaal kies ik wel een beetje zelf wat ik doe. Aan het eind van de expeditie beoordeel je AI als expeditieleider op 5 onderdelen. Elke categorie krijgt een beoordeling van 1 tot 5 sterren. 1 is een misser, 5 is geniaal. Ik hoop maar dat het leuk wordt. Nou, let's go! We gaan inchecken. Nou, ik ben in de toekomst. Let's go! Laten we beginnen met het opwarmen van je Italiaans. Vraag AI. Ik moet een kopje koffie in het Italiaans stellen. Wat zeg ik? Un café, per favore. Is makkelijk, toch? Hallo. Un café, per favore. Lekker, dankjewel. Doei. Grazie, moet ik natuurlijk zeggen. Vraag AI. Ik moet een loco in Bari verrassen met een typisch Nederlands cadeau. Dat moet niet eetbaar zijn. Kies iets hiervan. Oh, wow, dit kan gewoon. Zou ik aanraden om een Delft blauw tegeltje te kiezen? Oh, deze. Dit is wel echt Nederlands. Oké, okay, nou. Got it. Dankjewel. Nou, we gaan het vliegtuig in. Ik weet nog steeds heel weinig van Bari. Geef me wat informatie wat ik kan lezen tijdens mijn vlucht. Bari combineert eeuwenoude geschiedenis, prachtige kunst, heerlijk eten, levendige sfeer. Zijn er! Niks, hè? Waar is nou die AI met het vlaggetje, die reisleider? Nou, geef me de goedkoopste manier. Naar mijn hotel. Eens even kijken. Neem de Ferrovie del Nord Barese trein. Nou, hier laat AI wel even wat steken vallen, want het gaat pas over 50 minuten. Jongens, we zijn er! Bari! Palmbomen! Nou, wat lekker om hier te zijn! Hey! Oh! Nou, ik heb helemaal zin om deze stad te verkennen. Nou, jullie zijn er ook gewoon weer bij. Ik heb trek. Doe een streetfood tour. Oh my god, dat is echt heel leuk. Geef me een optie voor een streetfood tour in Bari. Vertel me waar ik heen moet of waar te boeken. Nou, let's go. Dit straatje vraagt er gewoon om even te doen alsof je Chris Segers bent. We zijn in Bari en het mooie aan deze stad is dat er volop streetfood tours zijn. Zo zijn we bij Velo Service en daar staat Ciao Anna. Oh, ze is er nog niet. Ciao Anna. Ciao. Ciao. Oh, this is a really strong. First of all, you're gonna love that food. The octopus, yeah, is really well cooked with olive oil. That is the gold of Puglia. Oh, in Netherlands we eat haring like close this. Close your eyes, close your eyes. Oh. Delicioso. Wauw, ik ga wel rollend naar huis straks, denk ik. Oh my god! Is sporkamoussa. Oh, wow. Ik ga het doorfemo. Cantare. Oh, 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 ja. Complimenti alla band.
Nou, dit was een helemaal leuke eerste dag. Ik ga dromen denk ik over alle pasta en pizza die we gegeten hebben. Ciao! Dit is toch helemaal lekker? Ik heb helemaal honger en ik mag, goddank, aan AI vragen waar ik lekker kan ontbijten. De tip van AI, Café Varignano. En ik moet daar een cornetto bestellen. Ciao tutti! Buongiorno! Die kant op! Volgens mij moet je dat dippen. Ik kan hier wel aan wennen. Doe een extreme activiteit in Bali. Ik voelde al een soort onheimisch gevoel. Geef me 5 opties voor de beste extreme activiteit in en rondom Bali. Oh, jeetje. Kitesurfen. Oh nee, dat vind ik echt doodeng. Nou heeft de productie gebeld en het waait heel hard. Maar wat ze dus wel kunnen doen nu aan de kust is paardrijden. Dat vind ik eigenlijk best wel leuk. Ja. Als je iets uit Bali gaat, kom je bij deze manege. Hé? Jij het ook leuk? Ciao, Francesca. You look like an Italian cowboy. You are in the right place. Oh, oh, stop. Cool. And relax your hand. If the horse is tall. Oh, met een trappetje. Hap, hap. Mi piace che ride. Sit down. Please. Forest therapy. Yes, I'm ready. Nou, dit is leuk. Yeah! Ik zou dit uren willen doen. Ja, echt geweldig. En Marie is helemaal mijn wifi. Ah, nou, je hebt werkpaarden, je hebt sierpaarden. Het is tijd om te lunchen. Geef me een goede lunchspot om te lunchen aan zee bij Lido La Barchetta. Nou, AI raadde deze strandtent dus aan. Maar Google Maps heeft dus niet zulke goede reviews. 1 ster, iemand zegt het bestek was op. Nou, bestek hebben ze in ieder geval wel genoeg. We hebben hier echt heerlijk gegeten. Dus die reviews, die kunnen wel een beetje gecompenseerd worden. It was a really good, delicious. 5 stars. Thank you. Oh, jongens, laat de operaster in je los. Geef me 2 coupletten van een Nederlands nummer zodat ik die kan zingen. Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet. Meezingen mag ook. Nou, ik ben helemaal omgekleed. Klaar voor het avondprogramma. Vraag AI, ik wil de beste pasta leren maken bij een lokale vrouw in Bari. Ik dacht, we gaan heel chic doen. 2 opties die bekend zijn om hun traditionele aanpak. Cooking class met Nonna. In de oude stad van Bari. Laten we deze Nonna vinden. Gezegentje. Ciao. Grazie. 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 Like, grazie. Grazie. I'm Giulia. Vuoi imparare orecchiette? Ja, sì. Can you teach me how to make pasta? Sì. Allora, vedi. Oké. Ik moet goed opletten. Così. Poi. Così. Oh, wow. Vedi. Piano piano, vedi? Tira, tira. Het ziet er zo makkelijk uit. Lo devi aggiustare, così. Oh ja, dit is goed. Listo. Listo. Nou, ik kom er weinig van, maar ik ga in ieder geval niet met lege handen naar huis. Grazie. Ciao. Ciao, Bella. Het was wel echt een beetje gek, want we verstonden elkaar natuurlijk niet. Dus hoe communiceer je dan? Weer helemaal de Italian dream dit hoor. Ik heb gewoon heel veel zin in een ijsje. Maar het voelt een beetje alsof dat niet mag van AI, van de reisleider. 1-0 voor mij. Hey, wie vraag ik in Bari uit eten en geef me 1 optie qua restaurant waar ik heen moet? Andrea, hello, nice to meet you. I'm Julia. What are you drinking, beer? Nou, het is gewoon toch gewoon gelukt met de locals. En het was echt heel leuk. Nu ga ik slapen. Ciao. Goedemorgen. Oh. Nou, AI heeft een leuk kustplaatje getipt. Ontbijtplek, Fly Sunset. En we kunnen er met de trein heen. Dat is de snelste optie, zei hij. Is het toch weer gewoon een extreme activiteit?
ben al dagen aan het lopen. We kunnen ook gewoon met de tuk-tuk. Dit is geweldig. Joehoe! Echt helemaal vakantiegevoel. Wat zijn we uit, hè, jongens? Ja, volgens AI zit het dus hier ergens beneden. Maar ik kon het al niet vinden op Google Maps. Dus volgens mij heeft AI me nu gewoon een ontbijtentje gedippen wat niet meer bestaat. Ik zie hier wel wat leuks. Een pastisseria. Kijk, dat is altijd goed. Nou, lekker ontbeten. Ik heb wel zin om wat te doen. Ik ben in Poliano de Ma. Geef me een activiteit om te doen. Aanrader is grotten verkennen per boot. Oh, maar leuk. Lekker boottochtje. Lekker even iets chills. Oh god. Oh god. Zo, dit is te gek. Lekker zeg. Zo, helemaal verwilderd die boot af. A bumpy ride. Maar erg leuk. Die grotten waren mooi. Zelfs nog een beetje zonnetje door. Heerlijk. Test je barista skills. Waar vind ik een authentieke barista die mij een cappuccino kan leren? En hoe vraag ik dit in het Italiaans? Mi piacerebbe imparare a fare un cappuccino. Potresti insegnarmi? Yeah. Woehoe. Mi piacerebbe imparare a fare un cappuccino? Certo, adesso un po' prima. Potresti insegnarmi? Va benissimo, prego. Grazie. Piacere, Leila. Nice Leila. Giulia. Giulia. Okay. Do you want to make a cappuccino? Yeah, yeah, do you wanna yeah. Make... Oh, dear, mag jij raden welke ik gemaakt heb? Vraag AI. Geef me één optie voor een markt in Bari met een fruitkraam. En vertel me hoe ik in het Italiaans de marktlui vraag om te helpen verkopen. Maar ik wil gewoon even shoppen en dan geen fruit. Geen ananas, geen... Ik wil... Dus ik ga denk ik mijn joker inzetten. We gaan bijna naar huis. Ik wil nog wat lekkere Italiaanse delicatessen mee. En het liefst een potje pistachecreme. Oh, ze hebben het. Ja, dat was het voor mij. Number one, oké. Okay. Die moeten we hebben dan. Vraag AI, wat zijn de top 5 toeristenspots in Bari? Dames en heren, de eerste topspot, spot, hotspot. Bari. Daar gaan we. Berichtje. Tijd om je souvenir te geven. Oh my god, ja, die heb ik nog. Het tegeltje. Ik ben niet voor niks helemaal meegezout. Ja, deze is natuurlijk voor Nonna. Leuk, dan gaan we weer het straatje in. Hello, buongiorno. I really enjoyed the pasta making. Pasta, sì. And we got a typical Dutch present for you. Oh. Grazie, grazie. Grazie. Aan al het moois komt een eind. Toch, jongens? Tranen. Wacht maar, even niet de camera. Ik vond Bari echt verrassend leuk. Het was gewoon gelijk helemaal cute Italiaans. En ook, het voelde ook echt nog best wel authentiek. Dat ik soms bijna dacht van, is dit echt zo leuk? En dan was het echt zo leuk. We gaan AI beoordelen als reisleider. En dat doen we op 5 onderdelen. Eten. We hebben gegeten. En goed ook. Eten krijgt een 5.
activiteiten. Kwam met veel leuks, ook originele dingen vond ik. Extreme activiteiten die dan heel weersgebonden waren. Die krijgt denk ik een 3. Bezienswaardigheden. Ja, we hebben wel mooie dingen gezien. Een 4. Vervoer. Ging eigenlijk echt heel goed. Met de trein ging goed. Oh ja, toen moesten we wel lang wachten. Tuk-tuk was superleuk. Was niet per se advies van AI. Vervoer krijgt hij 2 van de 5. Algemene reisadvies. Sommige dingen dacht ik wel van, ja, dan tipte hij iets wat helemaal niet open was. Wat niet eens meer bestond. 2,5. Als ik zelf op vakantie zou gaan, zou ik AI denk ik gewoon af en toe even aanraken. Niet de hele vakantie. Af en toe wil ik ook gewoon een ijsje halen of in een tuk-tuk stappen. Dus, en nu gaan we voor de laatste keer pasta eten. Zonder AI denk ik. Ciao!